moet je deze protection zien. Protection 2, projectile protection. Protection 3, protection 3. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel, de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map. Kap V1, terwijl we heel veel boosters gebeuren allemaal krijgen. Nou ja, dankjewel daarvoor. Ik had niet zoveel nodig, maar hey, dankjewel. Mensen, welkom. Mocht je er vandaag zin hebben, maar willen supporten, vriend, even te liken. Ja, je kan ook wat in de reacties zetten. Dat zou kunnen, ik weet niet wat, maar doe in ieder geval je ding. Welkom. We gaan vandaag maar meteen even kijken naar het coin skill en winverschil. Want ik was het gisteren vergeten in die video te doen. Mijn excuses voor dat ongemak, maar goed, dan maar vandaag, weet je wel. En dat is vandaag eigenlijk alleen maar leuker, want vandaag, nou, dat dus. De coins kunnen verschillen. Zoals je ook wel zag, het was niet heel speciaal, want ik heb ook niet zo heel veel gespeeld vorige week. En dat relateert dan ook meteen in weinig coins. Maar hey, coins zijn coins en daar doe je het voor. Of nou, je doet het eigenlijk voor de fun, maar goed. Dit is trouwens de map waarin David ons abrupt stoorde in onze game. Dat gaat vandaag niet gebeuren, kan ik jullie melden. Want ik zit niet op Teamspeak, dus ik ben 100% safe. Kappa. Terwijl wij 2 Iron Ingots hebben. En ik zag hier volgens mij al sticks ook. Wacht eens eventjes. Aha, hoppatee. Kunnen we in de span... Ja hoor, we kunnen meteen Iron Sword maken. Holy shit, dit is werkelijk waar... mijn snelste Iron Sword ever die ik ooit heb weten te fixen. Dat weet ik 100% zeker. Want het is letterlijk nog voordat ik mijn eigen kit krijg, heb ik hem al. What the fuck? Oké, ik vind dit super awesome. Ik zoek ondertussen in de span naar eten. Hoppatee, vinden we ook gewoon nog eens een keertje. Lekker hoor. Lekker dit. Bam. En wij hebben best wel een lekkere combo qua gear en alles erop en eraan. Hoi. Hoi, jij bent dood. Nice. Die trekken we snel aan en wij kunnen doorgaan. Of is hier iemand dood? Auw, hier is al iemand dood. Oké, die sloeg hem er net af. Ah, vandaar. Nou goed, maakt helemaal niet uit. Wij leven. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Mensen, trouwens, de video van gisteren heeft inmiddels al 2200 likes as we speak. Ik neem dit om 2 uur 's middags op. Misschien dat er vanavond nog wel meer worden, dat er inmiddels 3 invites uitgaan. You never know. Maar in ieder geval, er gaan al 2 invites uit. Dus heb jij je naam achtergelaten onder de vorige video in je reactie, dan kan het maar zo zijn dat je natuurlijk wordt geïnvite. Heb je dat niet gedaan, ja, dan kan je dat nog doen. Misschien dat dat nog zin heeft. Ik durf dat niet te zeggen, maar dat, snap wat ik bedoel. En dat dus. Doe het ook voor zonder deze video. Misschien halen we op deze video ook wel gewoon 1000 likes. En dan heb je hier ook weer een kans. Zo simpel is het. En zo werkt het nou eenmaal bij Duffy Games. Dus doe je ding. En succes. Dat ik hem nog net heb weten te hitten. Nice. Gear-wise sta ik voor. Wapen-wise sta ik voor. Dus dit zou technically gezien een win moeten worden. We doen even deze helm op voor de spookiness. Hoppatee. We spannen deze in. En we gaan ervoor. Hallo. Kom. Oh, dat is vervelend van die spin. Dat is heel vervelend. Oké, jij gaat deze kant langs. Denk ik dat ik het niet zag. Oh, ik dacht je wil mij eraf slaan. Maar nee. Ik wou gewoon dat mijn creeper een kill zou maken. Ik wou het gewoon. Nou, jij komt nu tegen me vechten. Oké, nou, ik heb nu natuurlijk resistance. Dus ja. Niet doen. Don't do this to me. Please. Please. Do not do this to me. GG. En we hebben gewonnen. Betekent ook meteen daily questen erbij. Hoppatee. Hoeveel coins krijgen we voor deze game? 5 kills. Best veel op een, terwijl we hacker worden genoemd, op een 12-man map. Bijna 1300 coins. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, dan ben ik weer in de map Egypt. Kijken natuurlijk of we hier onze winning voort kunnen zetten. Wat natuurlijk nice zou zijn. We gaan namelijk lekker spelen met onze Meatmaster kit. En over de kits gesproken. Of nou ja, dat is best wel een slecht bruggetje. Maakt helemaal niet uit. Ik was net namelijk in de lobby. En ik heb alweer bijna 200.000 coins. Dat betekent nog 50.000 erbij. En dat betekent een nieuwe level 9 kit. En ja, ik zou natuurlijk door kunnen gaan voor een level 10 kit. Hè? Bijvoorbeeld Tim 10. Dat zou dan de enige zijn waarvoor ik een miljoen coins in kan pompen. Maar ik ben niet van plan om die kit naar level 10 te doen. In ieder geval nu nog niet te doen. Dus ik ben meer van plan om een level 9 kit te gaan halen. Daarom staat nu ook een strawpool in de beschrijving waar jij eventjes op kan voten. Je kan namelijk voten op de creeper kit, de wolftamer kit. Of op de creeper kit, wolftamer kit of de... ja, wat was die andere kit? Nou, ik moet dan maar uit mijn hoofd doen. Oh, lekker slim dit Duffy. De creeper, wolftamer of de... Vloog die kerel nou gewoon voorbij? What the fuck was dat? Ik ben nou helemaal van mijn gebeuren af. Oh, ik weet alweer. De creeper kit, de wolftamer kit of de night kit. Jullie konden natuurlijk al lang kijken door de strawpool aan te klikken. Maar dat is in ieder geval de kits waar ik over aan twijfelen ben welke ik naar level 9 zou doen. En ik heb ook de optie anders staan voor eventueel een andere kit. Maar goed, die zou ineens een level 7, 8, et cetera moeten voordat hij natuurlijk naar een level 10 kan. Of een level 9 kan. Dus in ieder geval, sorry voor het ongemak net een beetje moeilijk eruit kwam. Maar ja, je moet natuurlijk op de game letten en ondertussen ook nog praten. Het gaat dus over de night kit, de wolftamer kit of de creeper kit. Bij de night kit krijgen we volgens mij gold leggings extra. Bij de creeper kit een extra, of in ieder geval een extra, krijgen we een stone sword, een paar van de woods, dat is ook wel nice. En bij de wolftamer kit voor mij extra protection level en een wolf. Dus het zijn eigenlijk best wel 3 kits waarbij je bij elke upgrade best wel iets decents krijgt. En ja, je kan ook de optie anders kiezen en dan
moet ik eventueel daarna gaan kijken. Maar ik denk dat ik sowieso een van die kit wel naar level 9 ga doen. Omdat dat gewoon best wel Gucci Madanucci is. Dus vandaar. Dus laat gerust even jouw vote achter. Want ja, misschien dat heb ik er wat aan. En dat soort dingen allemaal. Dat wil je een keer oprapen. Nice. Dat betekent gold leggings voor mij erbij. Wij gaan lekker door. En nogmaals, ik weet niet wat er net was. Dat iemand net om ons heen vloog of wat dan ook. Maar het zag er heel raar uit. Dat weet ik wel. Of deze spinnen bijna allemaal dood hebben. Daar ben ik blij mee. Want die zijn kapot irritant. De spinnen zijn net als honden. Dat is gewoon kapot irritant. En die moet je gewoon meteen afmaken. Leeft er nou nog geen spin of niet? Oh shit. Oh, zit hier mee mensen. Oké, okay, kom op. Kom op. Hij heeft best wel mooie gear. Ik heb iets mooier gear dan hem. Maar misschien hit je mij net even iets beter. En dan... Wat gaat deze persoon doen? Wat gaat deze persoon doen? Hij zegt tand, dus dat betekent free tand kill, I guess. Oh bro, shout out naar jou voor de free tand kill. Dankjewel. Bedankt doordat je me niet hebt geholpen in die fight of wat dan ook. Want anders zou natuurlijk uiteindelijk uitkomen op teamen. Is dit gewoon niet gebeurd? Gelukkig maar. Ik heb gewoon hier mooi een kill weten op te rapen en volgens nog een free tand kill. Shout out naar jou, dankjewel. En wij kunnen lekker doorgaan. En volgens nog, je ziet het er best wel positief uit qua de spullen die wij hebben. Dus ik vind het wel nice. Ook nog weer een speedbot te vinden, nice, oké. Okay. En voor de rest, ja. Hey, oh, wacht eventjes. Ho, 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 ho. Niet te hard van stapel lopen, Duffy. Dit is natuurlijk nog wel gewoon een itempje wat wij willen hebben. Want ik zie ook dat we level hebben. Dus dat betekent, wij kunnen gaan enchanten. En waarom niet nog een beetje sterker worden of ja, scherp te halen dan dat we al zijn. Want hey, je wilt toch de game winnen. En ja, alle kleine beetjes helpen, zeg ik altijd maar zo. Dus een enchantje hier en daar. Hey, het zou me net het verschil maken van een win. Let's freaking go. Zit er iemand in de spanda? Oeh, jemig, wat een gestekt persoon is dat, zeg. Okay, hij heeft speed. Dat is één wat zeker is. Hij heeft speed. Kom op, Duffy, kom op. You can do this. We can do this. Oeh, heal bottle, nice. Heal bottle. En het was niet genoeg om zelfs met een heal bottle voor mij te winnen. Oeh. Daar hebben we toch wel mazzel. Zo zien we weer. De power van hoog geenchant gear is gewoon OP terwijl we smite krijgen. Dat had ik altijd wel willen hebben, smite. Vind ik echt fantastisch, Hypixel. Dank jullie wel ervoor. Dat ik dit nu moet doen, want ik moet dit ding hebben. En voor de rest moet ik ook even erheen. Ik gooi ook heel veel goede dingen weg, ik weet het. Maar ik moet wel, want hier liggen namelijk een iron body met iets erop. En die wil ik hebben. Ook al zit er een breking op, ik wou het gewoon hebben. We zien ook meteen team leggings, die wil ik ook hebben. En wij kunnen ondertussen ook nog gaan zoals voor de... Game, ook nog voor die fucking Blitzstar. Holy moly, zeg. Wat een game, wat een game. Kom op. Even maar die fucking Blitzstar. Doe maar. Kom maar even bij Ome Cosmo. Kom maar even bij Ome Cosmo, meneer de Blitzstar. Kom maar. Juist hem. Oh, jemig. Deze ook nog eens een keer. Laten we vandaag gewoon eens een keertje voor de Vault Hunter gaan. Een keer totaal iets anders. We gaan voor de Iron Body met Protection 3 erop. Fuck deze shit. We hebben namelijk ook op Protection natuurlijk op onze helm, op onze schoenen. En ook eens een keer een Iron Body met Protection 3. Hier krijgen we dan wel Projectile Protection op. Maar hey, daar kan ik niet eens zo heel erg om caren. Laten wij doorgaan met de game. En wat zijn wij gestekt, mensen? Oh my freaking days. Wat zijn wij gestekt? Holy shit. Bro, ik heb Projectile Protection ook nog eens een keer. Dus jouw pijlen doen niet zo heel veel damage meer. Terwijl deze persoon een beetje aan het lag is. Dat is ook weer een kill. En laten we doorgaan. Ik kan niks anders zeggen dan laten we doorgaan. zo ga je van een nou ja, een mooie kill natuurlijk met iemand met een Arsenologist kist kit 10. Hoe die kit ook maar alles maar heet. Naar een toch wel echt een heel erg OP gear set uiteindelijk. Hallo. Hallo. Doei. Hoppatee. En dan hebben we nog één kill over. En dat kan dan onze tank worden waarin wij dus nog een gouden appel hebben. Resistance, slowness, speed. Moet je deze protection zien. Protection 2. Projectile protection. Protection 3. Protection 3. En dan Iron Sword met Sharpen, of met Smite. Maar goed, weet je, dat is niet zo heel erg. Let's freaking go. Dit gear shit is echt freaking insane. Holy shit. Let's go. Oké dan. Dit is misschien wel een van de beste gear sets die ik tot nu toe heb gehad hier in de Blitzen Survivor Game. Jij mag even Invisibility worden. Wacht, ik heb ook nog iets anders voor je. Hier, slowness. Alsjeblieft. Hij zal wel denken, what the fuck is dit? Let's go. Meneer, kom hier. Ik moet dood. Hij heeft er helemaal niks meer aangetrokken. Bam. GG, dat is een win again. 7 kills, een taunt kill. OP as the fucking motherfucker. En nog eens een keer 2200 coins. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, ben ik weer in de map Citadel. De no kit mode, want de kit game had, hoe heet dat, die map Cthulhu Island. En ja, nee, ook zoiets van, fuck die fucking bullshit. Ik ga wel lekker no kit spelen, want dan, ja, dan moeten we hier maar ons best gaan doen. Hoewel, we hebben nog een enkele moer uit de fucking spawn gekregen. Dit kan best wel zo'n game zijn van, we're fucked, Duffy, had je maar gewoon even in de lobby gewacht op een fucking kit game. Dan kreeg je tenminste een kit. Maar we gaan er niet vanuit. We gaan gewoon ervan uit dat wij in deze kist hier een wapen vinden, een body vinden en leggings vinden, want dat verdienen wij.
Oké, het is niet dan een body, maar wel andere shizzle, maar dan is zo... Waarom sla jij mij? Doe dat nou toch niet? Het is een no-kid mode. Daar schiet helemaal niks meer op door mij te slaan. Maar ja, tenzij je dood wil, dan moet je vooral dit blijven doen en mij blijven slaan, want dan ben je nu dood. Dat had echt niet gehoeven. Maar goed, dankjewel, I guess. We vinden hier ook alsnog een body en zo zie je in één keer, hey, van niks naar in één keer een volledig gear setje. Oké, niet fantastic en zeker het wapentje niet, maar het is iets. Dus beter wapen nu, weer niet, oké. We hebben in ieder geval een reservewapen voor het geval ons wapen kapot gaat, wat redelijk snel gebeurt. Stone sword alsjeblieft. Oké, dat vind ik ook goed, een wooden sword, dat is ook te doen. Nu voel ik me een beetje comfortabel in de gemort. Eén ding is wel wat fijn is dat je weet van, oké, niemand heeft in ieder geval dikke diamond gear. Pas na de blitzstar dan, maar hè, dat weet je er 100% zeker, dat is wel fijn. Dus wat komen we hier tegen? Iemand met 12 HP. Wel met een stone sword. Deze best wel zieke gear. Rennen Duffy. Rennen. We hebben regen. We hebben geen regen. Ik heb 17% damage gedaan. Hoe werkte dat met die regen? Moet je dan... Nee, dat maakt helemaal niet uit hoeveel procent damage je doet, toch? Nou, in ieder geval, we hebben geen regen. Dat betekent... We're screwed. We moeten rennen. Die keer heeft een lekkere iron body. Die is best wel een mooi gear setje. En wij hebben dat dus niet. Dus ja, dat wordt... Rennen voor ons leventje. Terwijl hij fall damage kreeg. Aha, ik dacht misschien wordt hij aangevallen. Dat zou echt super goed uitkomen nu als hij zou worden aangevallen. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus wij moeten rennen voor ons leven. Want we willen niet dood. We willen de game winnen. En met halve PVecht heeft geen zin. Goed, weet je, het is vaker gebeurd, weet je. Het randje van de afgrond. Bijna dood. Nou, misschien zelfs nog een game te winnen. Dus we hebben gewoon goede moed. Weet je, we vertrouwen erin dat wij genoeg hitpoints kunnen regenereren. Is dat een woord? Ik denk het niet. Vanaf nu wel. En dan moet dat goed gaan komen. Never mind. We will go this way. Holy shit. Hij is nog achter me aan. Fuck. Dit is echt kloten nu, weet je. Dat hij ook af en toe gewoon... Daar kan ook iemand aan. Damn it. Oh, for fuck's sake. Lego. Laat me gaan. Geef me op zijn minst een kans om eerlijke fight aan te gaan. Oké. Ik weet niet waar die nu zit, maar goed. Ik heb niet eens... Oh jawel, ik wou zeggen. Heb ik nog niet eens de iron sword of de stone sword opgepakt, maar jawel. Oké. Weet je, we hebben nu tenminste oké HP. Ik wil niet zeggen dat hij natuurlijk... Ik ga hier gewoon door de grond heen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik hem nu wel aan kan. Zeker met dat gear van hem is gewoon beter dan mijn gear. Dus ik zou hem letterlijk 3 hits moeten doen. Hij mij 1 keer moeten hitten en dan... Ze hebben allebei OPS fuck gear. Wauw. Dan moet ik me er nu in gaan mengen. Kom op. En we hebben gewonnen. GG. Ja, dat is hoe de Blitz 5 Games werken, mensen. Als je niet sterk genoeg bent, moet je slim spelen. En dit was de slimste manier. 1268 coins en mensen. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz 5 Games. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren en natuurlijk te voten op de Strawpool. En dan hoop ik jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.